Leuk dat je er bent. Nieuwe video hier op gamers.nl. Kijk, dit is mijn huis. Hoe vet. Kijk, hier nemen we altijd de Gamers Podcast op. Hoe vet is dat? Hier zit Saal dan. Hier zit ik dan. Word lid van de Gamers Podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Overal. Vriend van de show. Fucking chill. Wij kregen van Nintendo, je hebt de unboxing misschien al gezien, een fucking vet Mario Kart binnen. De Mario Kart Live Circuit. En omdat wij op anderhalf afstand moeten zitten, heb ik Saal aan de andere kant van mijn huis gedaan. Hey! En we hebben het zo bedacht, we gaan natuurlijk Mario Kart nu uittesten. Maar, kijk, dit is hem. Het is trouwens een Luigi Kart. Hoe cute. Luigi. Maar we gaan dus een parcours maken. En ik bedacht, maar ik pak deze kant van het huis en jij pakt die kant van het huis. Ik pak de keuken. Jij pakt de keuken. En het lach is natuurlijk, ik heb een kat. Waar zit die? Ja, daar onder de stoel. Lennifer. Lenny heet die. Hier zit die. Dat kut filmen zo, joh. En dus die gaan we helemaal gek maken. Oh, hij komt mee toe. Oh, superleuk. Dus die gaan we helemaal gek maken met de augmented reality Mario Kart. Het is een echte kart, maar dan een virtuele omgeving. Nee, virtuele tegenstander, een echte omgeving. Ja, het is augmented. Het is een hybride. Ja. Tussen de realiteit en videogame. Ja. Leuk. Heel leuk. Maar echt, we hebben er super veel zin in. Maar weet je hoe het werkt? Nee. Nou. Gaan we dat ontdekken, want we hebben wel vier van die soort... Ja, ja, ik neem er vast twee mee naar mijn kamer daar. Vier en drie moet jij meenemen. Ja, ik ga naar de woonkamer. Dan doe ik één en twee. Ja, en we hebben ook nog twee afzetdingetjes. Ja, maar we beginnen dus in de keuken. We beginnen in de keuken, ik zit hier vast één neer. Hierna komt een bocht. Dan moet je even weten, kijk hier weer een ding. Er komt een bocht bij mijn home trainer. Dat is belangrijk, dan moet je dus dan langs. En dan gaan we langs de bank, maar we gaan niet... Voor de bank wil ik dat we graag die kant op gaan. Want dan ga je hier onder de bank door. En onder de bank door zet ik dan nummer 4. Maar daarvoor gaan we nog een ding maken. Weet het? Ja, ja. Iets waar je een ramp. Ramp! Daar moet een ramp. Nee, ik ga nog een ramp maken. Oh. Let op. Ik heb hier namelijk, die kreeg ik van mijn andere werk. Van de condoomfabriek kreeg ik een dingetje. En ik dacht, Luigi die is natuurlijk al jarenlang op jacht naar Princess Peach. En als het er nou één keer lukt, champagnefles. Dat wordt genuit. Maar hij is toch met die andere, Daisy. Is hij met Daisy, is die deze zover? Ik weet niet waar hij zijn vieze vingertjes aan had. Smeerpijperij is het. Dus ik heb hier een ramp met een pizzadoos. Ik eet heel veel pizza. Even voor mijn beeld. Oké, dus dat is jouw ramp. En dan ga je, bij je home trainer komt een bocht. Ja, dus bij de home trainer moet je dan hier zo moet je dan naar links. Ja. En dan moet je hier de bank onderdoor, dan over de ramp. Oh, dan kom je hierheen. Ja, dit is jouw kant. Ja, dit is... Zo zie ik nou te boeren in een vlog. Nee. Dat knip er maar uit. Oké, dus dan heb jij 3, dit is 4. Dit is 4, ja. We gaan een rondje maken. Dus dan ga je vanaf daar kom je... Kijk, en hier heb ik ook zo'n ding neergezet, zodat je weet, je moet daar niet de bank onderdoor. Vanaf daar komen we aan, gaan we de keuken in. Dus ik ga nou de keuken beginnen. Denk ik dat het vetste is natuurlijk om onder de tafel door te gaan. Dus sowieso beginnen we dan. Even kijken hoor. Oeh. Heb je nog van die condoompakjes? Ja hoor. Zal ik eens kijken of het lukt dat we van het bierkratje af kunnen rijden? Nee, dat kan nooit. Het is veel te hoog. Dat is toch wel vet? Ja, ik kan het proberen. Maar het ziet er niet wel. Als dat is dan... grappig. Mag ik even één eigenlijk zo? Ja. Het is wel grappig, want als je dus zo'n booster... Zo'n mushroom, hè? Ja, mushroom. Dan ga je ook echt even harder. Dus je moet dan echt minstens een mushroom hebben. Want op eigen kracht gaat hij dat niet doen. Oh, maar wil je een rondje? Dan wil je een rondje maken. Dus ik moet ook weer bij 1 uit kunnen komen. I guess. Ja, want ik zat te denken... Ik weet niet hoe het werkt, hè? Als ik hier nou 2 van die condoompakjes opleg... Twee van die condoompakjes. Ja. Dan kan je op die krat starten. Oh, maar gaat het er niet kapot? En dan rij je eraf. Nee, maar pak, ik heb hier nog wel een pizzadoos. Ik heb pizzadozen zat altijd. Kijk, wacht, dan doen we die condooms even eraf. Nee, ik ga de dingen niet vanaf laten vallen. Hoezo niet? Je kan toch, dit is toch vet? Zo. Ja, maar dat dondert hier naar beneden. Dit is een bruikleen, je moet op terug. Mag dat niet van Nintendo? Dat is een heel klein stukje hier. Nou, oké, prima. Jouw verantwoordelijkheid. Ja, joh, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Kijk, die condooms die hebben we niet nodig. Oh, ik ben hoor. Nee, we doen gewoon niet. Dit is een pizzadoos. Ja. Dus ik moet even goed filmen. Daar is die pizzadoos. Ja, en dan gaat hij dus zo naar 1. Ik denk hier eraf en dan door 1.
En dan doen we, als je wil, dan voor het tweede rondje mag je hier gewoon een bocht maken. Tuurlijk. Dan hoef je niet weer terug de ding op. Oké, dus hebben we hier één. Ja, dan denk ik toch wel echt onder de tafel door. Leuk. Lang item, hè? Langer. Oh, ja, Lenny is natuurlijk de uitdaging, want die gaat shit zitten verplaatsen. Ja, Lenny gaat kutten. Dan moet je zo onder de tafel door en dan hier bij de kast naar rechts. Ja, dat ziet er nu misschien heel stom uit, maar straks heb je natuurlijk een point of view van onder de tafel. Ja, de capture card zit er al vast. Het is allemaal... Dan rij je daarin en dan rij je. Zo, en dat is jouw nummer 3? Ja, nee, dit is nummer 4. Nummer 3 is daar. Dus dan moet ik eigenlijk nummer 2, want daar heb ik dat dan nu zo georganiseerd. Dan moet ik nummer 2... die is dan hier. Ja. En dan ga je zo en dan bij de home trainer en dan onder het ding over de ramp en dan ga je weer zo. En dan is dat ons rondje. Dat is een relatief simpel rondje, maar wel vet. Zullen we dat allemaal gaan instellen? Kijken of het allemaal werkt? We gaan het gewoon zien. Top! Nice! Yes! Kijk, daar is de kat bijvoorbeeld al. Je kan ook gaan kijken naar de kat. Kijk, want de kat die zit hier. En daar is het karretje. Oh, oh, tegen het bierkratje aan. Oh, wacht even. Zal ik jou even op die pizzadoos zetten? Want oké, dan zit je niet goed bij. Ik moet echt staan. Ja, maar ik wil even kijken of dat kan. Ja, maar echt oké. Heel één keertje. Ja hoor. Ik ben echt weer als een klein kind, dan til ik hem op. Dat ziet er natuurlijk ook heel trippy uit. Kijk, nu sta je op die pizzadoos. Rijd er eens af. Nou, je hebt het kapot gemaakt. Kapot is jouw schuld, hè? Nee, pizzadoos is geen succes. Oké, create course, dat doe ik nu. Alright, en dan dus onder de tafel door. Ja. Maar dat is tricky, want jij hebt zo'n hele grote tafelpoot in het midden. Snap je? Oh, je gaat nu de koers verven. Zeker, zeker. Cool. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij. Haal je dat onder de tafel door? Ja hoor. Jawel, dan moet je een klein stukje terug. En dan een heel scherp bochtje maken. Ja, en dan daar naar links. En de andere zijde. Yeah. En dit wordt tricky. Dit is tricky. Doe even. Dit is nog maar de hoek van de naam. Doe hè. Ga je mond door? Oh! Dan daarheen. En dan langs. Bij de home trainer. Onder de bank door. Oh, en er komt een ramp. Diddy. Kijk hier! Vet man! Nou, dan moet je hier keihard gas geven om hier overheen te gaan. En dan moeten we ook ja. Nog... Oh, nice. Kijk. Onder het stoeltje door. En dan zo. Oh, versteken. Ja, je hebt hem gewoon gehaald. We hebben een parcours nu. We hebben gewoon een parcours. Hoe vet is dat? Dat is super vet. En nu? Ik vind dat jij het mag proberen. Nu moet ik hem spelen. Ja? Moet ik gewoon dit blijven, zou ik dit blijven recorden? Nee, ik ben jou ook. Ga maar spelen. Ja. Wow. Ik weet niet of je al begonnen bent, maar je wordt nu aangevallen door... Oh, wat zielig. Gemaakt. Maar. Aasgas, hè? Ja, doe het. Oh, hier. Head to game 1 to challenge and to a race. Oh, hier moet ik heen. Oh. Head to game 1. Terug, jij zit natuurlijk helemaal verkeerd. Oh. Ja, oh. Face the gate. Oh, face the gate. Sorry. Ja, hij zit wel al te ver weg, hoor. Hij kan het niet zo ver. Nee. Dus moet ik wel. Moet ik hem even goed zetten? Ja, je moet hem echt tegen het kratje aanzetten. Zo? Ja, dan. Kijk, hier is de kat ook. Okay. Ik sta op de... Yo! First race. Zeker. Lenny? Oh, Lenny. Lenny zit al aan de paal. Okay, here we go. Oh. Lenny is wel echt zo monsterlijk groot in mijn beeld. Laat... Ja, ga nu. Kijk, gaat-ie. Gaat-ie, Lenny. Go. Goed gereden, man. Gaat goed, man. Oh. Oh, maar ik heb een mushroom. Mijn... Jazeker gebruik je die. Oh, dat weet ik niet. Is dat X of zo? Ik zit vast. Ik moet even van de voorkant. Oh ja, woe! Gaat die eventjes harder, hè? Ik heb ook bananen. Ook. Nice! Lekker man! Oh, kut, hier had ik die boel moeten bewaren. Ja, tuurlijk.
gek, man. Ja, ik moet zeggen dat het over de spullen en half uur hier. Ik gaat dus een beetje weg. Ja, de hulkamer moet rijden. Rij maar. Ja, en de keuken is iets te ver. Dat een beetje te vragen. Maar buiten dat. Kijk wat de kak gaat doen. Lenny, help! Lenny, duw me vooruit dan. Oh, ik moet hier met die schuif op gaan. Wacht even nou, ik heb nog een pizzadoos, die heb ik altijd zat in huis. Ja, ik moet wel even. Even neer. Ja, hou hem mee, Nice! Oh, dat, die moet echt in het midden onder mijn broodje doen, want de zijkantje is beter klein voor. Ja, goed zo. Dan ga je eerst het klein worden. Kijk eens, bochtje maken. Oh, die zien niet goed. Dan heb je de pizzadoos. En de condooms. Let's go. Nice! Ah, vet! Parcours, man. Ga je terug naar Lenny dan? Ja, ik zit hier naar Lenny. Ja, het is super tof. Lenny zit daar. Waar zit hij? Voor je. Onder de stoel. Tafel. Onder de tafel. Pak hem. Lenny! Oké, achteruit. Oké, rij voor ze voor de poten. Hij zit links. Oh, maar hij vindt het wel interessant. Hij vindt het super interessant. Kijk naar Lenny. Nou, hartstikke leuk hoor. Super tof. Ja, dat is echt. Nee, het is echt pijn. Ja. Ik doe het onder. Ja. Maar stel het weer ervan. Ja, het is... keuken is net iets te ver. Keuken is te ver. Die switches staan hier. Is... Je kan beter een complexer kleinrondje maken. Maar het werkt super goed. Ik denk echt oprecht dat je per ongeluk je autootje kan slopen. Omdat je, als je hier kijkt, zo bezig bent met gamen, zeg maar. Dat je denkt, oh, ik kan tegen alles oprijden. Dat boeit allemaal niet. Maar je bent natuurlijk wel gewoon een echt autootje. Ja, dus het, ja, en het is gewoon vet omdat je een soort vingercamera hebt heel laag. Dat geeft gewoon een vet perspectief van je eigen huis. Eigen perspectief wat de kat altijd heeft. Precies. Ja. Nou, thanks man voor het testen. Ik ga er dit weekend meer mee aan de slag nog. En er komt er ook een uitgebreide geschreven review natuurlijk op gamers.nl. We hopen dat jullie dit een leuke video vonden. Ik in ieder geval wel. En jij? Ik vond het superleuk. Super. Leuk, jij super. Al verslaafd, dus nou, lekker. Ga zo door. Nee.